Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President en ministers bespreken stand van zaken rond COVID-19-vaccin. Minister Kuldeep Singh gaat in op uitbetalen COVID-19-steun. Nieuwmond Suriname geeft president meer kijk in bedrijfsactiviteiten. En districtscommissaris Bolla verschaft duidelijkheid over afwijzend verzoek tot protest. Suriname maakt zich op voor het COVID-19-vaccin. Daarvoor zal eerst een vaccinatiecampagne gevoerd worden. De regering had eerder met het betalen van een voorschot de beschikbaarheid van het vaccin gewaarborgd. Op dinsdag 19 januari 2021 is er over de stand van zaken overleg geweest tussen president Chandrika Prasad Santokhi, minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning en Amar Ramadin van Volksgezondheid. We hebben vandaag een ontmoeting gehad, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid en met de president, de heer Chandrika Prasad Santokhi. We hebben de president geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot waar wij als Suriname staan als het gaat om het vaccineren van COVID, voor COVID, tegen COVID. U weet misschien niet dat wij al een concept COVID-vaccinatieplan in concept hebben, ready hebben. Er is continu overleg met de PAHO, met de COVAX-faciliteit. Suriname heeft zich gecommitteerd aan een zekerheid om COVID-vaccin te bemachtigen voor het volk. Dat is via de COVAX. COVAX is een overkoepelend orgaan die namens een pakweg 75 landen onderhandelt met de fabrikanten van COVID-vaccins. En daardoor hebben we zekerheid dat wij in ieder geval voor een deel van de populatie, dat is voor 20% van de populatie, in het eerste kwartaal of in het eerste halfjaar van 2021 COVID-vaccin kunnen toepassen op een deel van de populatie. We hebben dus dagelijks een overleg met de PAHO. We worden geassisteerd door de PAHO. We hebben deskundigen die op het plan zitten. We hebben deskundigen die in commissie zitten. We hebben gisteren bijvoorbeeld een overleg gevoerd met verschillende stakeholders, investeerders potentieel, de verzekeringsmaatschappijen, de goudmaatschappijen, maar ook het bedrijfsleven, die in ieder geval bereid is om aan lokale fondsen te werken, dus fondswerving te doen. En wij accepteren dat. We weten dat het ook heel belangrijk is dat we de fondsen beschikbaar moeten hebben zodra wij meer geld nodig hebben om vaccins te kopen. En we zijn daar in dat traject nu. Ik mag de samenleving garanderen dat wij uiteraard zullen kiezen voor alleen maar goedgekeurde vaccins vanuit de WHO, die voor gebruik toegestaan zijn. We gaan nimmer toestaan als regering dat wij met niet goedgekeurde vaccins op de gemeenschap afkomen. In dat kader zal in de eerste week of in de eerste twee weken van februari mogelijkheid zijn dat wij in aanmerking komen voor een klein aantal, lage dosis vaccins, waarbij wij uit die agreement die we hebben met COVAX in aanmerking kunnen komen voor Pfizer. En dat gaat alleen gelden voor de frontliniewerkers. En onder de frontliniewerkers verstaan we alle verpleegkundigen of het zorgpersoneel die belast is met de behandeling en opvang van COVID-19 patiënten. Dus wanneer we zeggen we gaan de frontliniewerkers, dat bedoelen we niet de algemeen verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken met non-COVID patiënten, maar echt wel de mensen die met de COVID patiënten belast zijn. Het kan zo zijn dat we genoeg aantallen krijgen, een hoeveelheid, waardoor we ook die groep kunnen meenemen. Maar feit is, we werken dus nu het plan uit, samen met de PAHO en met onze deskundigen, om zo gauw als mogelijk, zodra wij vanuit de COVAX op 28 januari het bericht krijgen dat wij in aanmerking komen, dat wij dit ready hebben. We hebben de randvoorwaarden al in kaart gebracht. We werken aan het opschalen van onze randvoorwaarden. U weet dat voor Pfizer bijvoorbeeld. Pfizer is trouwens het enige vaccin dat op dit moment goedgekeurd is door de WHO voor emergency use.
Wij hebben gezegd, wij hebben geïdentificeerd en geïnventariseerd in Suriname. Wat zijn de mogelijkheden? En ik mag zeggen, we hebben bijvoorbeeld koelfaciliteiten die tot min 80 graden kunnen koelen in het Wanica ziekenhuis. Daar zal dus een belangrijke opslag zijn van het vaccin. En we gaan de frontliniewerkers in de diverse gezondheidsinstellingen vaccineren zodra wij die hoeveelheden krijgen vanuit COVAX. Het is een landelijke strategie. Vaccinatie is niet, het is nieuw. COVID is nieuw. Ook het COVID-vaccin is nieuw. Er is niet genoeg bekend over welke vaccins op welke termijn beschikbaar zijn. Maar we hebben vandaag in ieder geval de president geïnformeerd. We hebben de barrières, de obstructies en de mogelijke challenges die we als regering zullen ervaren bij het implementeren van ons COVID-vaccinatie besproken. De president heeft zijn inzichten met ons gedeeld. Er is besloten 1, dat er een landelijk fonds zal worden opgericht. Welke door gezamenlijke inspanning van de overheid, maar ook het bedrijfsleven en de eerder genoemde stakeholders aan fondswerving gedaan zal worden. Het kan via een landelijke fundraisingcampagne. Dat fonds zal beheerd worden door het bedrijfsleven en de overheid, waardoor er genoeg transparantie is. We hebben geld nodig om in ieder geval onze financiële positie te securen. Daardoor kan je beter onderhandelen met potentiële leveranciers van vaccins. En dat is als eerst belangrijk. Verder is belangrijk is besloten dat wij gaan werken aan een stukje communicatie, voorlichting. Want u weet uit onderzoeken, uit steekproeven, enquêtes, dat er behoorlijk wat informatie ontbreekt bij het volk. Mensen willen meer geïnformeerd worden. Mensen willen overtuigd worden van het belang van vaccin. Ook daarop zullen we inspelen. Dus we kijken, we zetten op diverse sporen, diverse trajecten, zetten wij ons beleid uit. We betrekken ook ervaren personen die bij het BOG vaccincampagnes hebben gedraaid en nu als consultant worden ingezet. We moeten dus met z'n allen voorbereid zijn op een landelijke campagne. De tijd, we gaan ons nog niet committeren aan de tijd, omdat in de wereld zelf men geen zekerheden heeft nog over het verkrijgbaar zijn van vaccins. Er zijn diverse vaccins, ik zei al, Pfizer is 1. Er zijn diverse vaccins aangeboden aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor goedkeuring. Landen als India, maar ook China, noem maar op, België, die zijn allemaal, hebben vaccins ontwikkeld en die moeten eerst goedgekeurd worden. Dus het traject van ons is, we willen wel het vaccin introduceren in Suriname, maar belangrijk is, het moet een goedgekeurd vaccin zijn, welke de goedkeuring draagt van niet een land alleen, maar van de Wereldgezondheidsorganisatie. De regering is vast van plan de beloofde COVID-19-steun toe te kennen aan zij die daarvoor in aanmerking moeten komen. Het is de bedoeling om in februari met de registratie te starten. Hoe deze steun eruit zal zien en wie hierop mogen rekenen, daarover hoort u minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in gesprek met de Communicatiedienst Suriname. Zoals u weet heeft het ministerie recent een nieuw directieteam ingesteld. Ik heb een team samengesteld waarbij de directie nu het jeugdbeleid aan het evalueren is. Wat de afgelopen periode is gebeurd. En daar nemen we mee het Nationaal Jeugdinstituut, wordt ook geëvalueerd. En nu zijn we dan richting ons beleid aan het uiteenzetten. En de jeugd een hele belangrijke rol gaat spelen in de samenleving om ook aan te geven en ook meer op het veld te kunnen zijn wat de problemen zijn van de jongeren, om de jongeren te helpen oplossen met hun problemen, preventiegericht voorlichting te geven. We hebben de afgelopen periode gezien dat we heel veel te maken hebben gehad met suïcide, jongeren die zich niet houden aan COVID-regels, dus vanuit jeugdzaken zullen wij ook een belangrijke rol gaan spelen om deze informatie, voorlichting naar buiten te brengen om de jongeren bewust te maken
van hoe wij verder moeten gaan in, met het jeugdbeleid. Kijk, het beleid dat wij nu gaan inzetten bij Nationaal Jeugdinstituut en met name Jeugdparlement, ik weet dat heel veel mensen daarnaar kijken en vooral de jongeren daarnaar kijken, die bang zijn dat ze hun stem zullen verliezen, dat is juist niet het geval. Het is juist heel erg belangrijk dat we hun stem hebben, maar dat we echt hun stem ook gebruiken. Dat ze niet alleen vergaderen of iets dergelijks, maar dat ze ook zichtbaar zijn in het veld. Ook het beleid van het ministerie en van jeugdzaken op het veld gaan promoten en de problemen van de jongeren op het veld gaan identificeren. Ook trainingen gaan verzorgen. Dus deze jongeren dat we straks gaan identificeren in een nieuwe jongerenraad of jeugdparlement. We weten nog even niet welke richting we opgaan daarmee. Maar dat deze jongeren ook gebruik zullen maken van de vakscholen van het ministerie van Arbeid. Dat zij trainingen zullen organiseren in districten om drop-outs, om jongeren die in problemen zitten. Om bijvoorbeeld jongeren die een vonnis hebben gehad terug te brengen op de markt. Dat deze jongeren ook weer een toekomst kunnen hebben. Dus daar gaat de bijdrage van deze jongeren in komen. Dat ze niet alleen in het jeugdparlement of komen vergaderen voor ons en adviserend zijn naar ons. Maar hun bijdrage op het veld leveren. Ik moet eerlijk zeggen, als wij geen COVID hadden, waren wij als ministerie en ik denk ook als regering veel en veel verder met ons beleid. En met de, als ik kijk naar trainingen en wat het ministerie van Arbeid als beleid heeft. Dus COVID heeft ons een beetje beperkt, maar dat wil niet zeggen dat we gaan stilzitten. We zijn nu intussen begonnen met een nieuwe voorbereiding voor onze COVID-registratie. De mensen en de kleine bedrijven, die hele, de micro en de KMO's die werkloos zijn geworden vanwege COVID. Dus onze registratie, onze focus is 1 februari dat wij beginnen met onze nieuwe registratie. Bij de vorige registratie hebben we 10.000 mensen geregistreerd. Niet wij, de vorige regering. Zij hebben 10.000 mensen geregistreerd. Wij hebben ons best gedaan om het bestand sowieso op te schonen. Maar geloof me, het gaat je niet in 1 keer lukken. En we hebben het bestand gestuurd naar het ministerie van Financiën. Dus nu ligt het aan minister van Financiën om te kijken of hij alle... Nu hebben we een bestand van 7.000 doorgestuurd. We hebben 3.000 kunnen doorlichten. Van die 10.000. Dus het bestand van 7.000 ligt nu bij minister van Financiën. En ik denk dat ik de komende dagen wel met hem aan tafel ga zitten om te vragen hoe wij het beleid daarop gaan uiteenzetten. En hoe hij dat ziet om deze mensen toch nog uit te betalen. Dus vanaf 1 februari gaan we beginnen met de registratie. En ik wil de registratie per maand doen. Dus als ik van de maand in februari, ik geef maar een voorbeeld, 1.000 registraties heb, begin ik die 1.000 registraties al naar minister van Financiën te sturen, zodat hij ook zijn werk kan oppakken. Dus ik denk dat we zo het termijn zullen oppakken. De uitbetaling laat ik aan minister van Financiën over. Als u ondernemer bent, gaat u zich registreren? Gaat u een professionele zaak opzetten waarbij wij als ministerie en ook de overheid een overzicht kunnen hebben? Het is ook heel erg belangrijk voor onze statistieken straks. Wanneer wij willen gaan kijken hoeveel bedrijven zijn over de kop gegaan vanwege COVID. Maar als we geen beeld hebben, als u nergens bent geregistreerd, kunnen wij ook niet u een COVID-fonds geven of een toelaag geven. En wij kunnen ook niet weten of u inderdaad een bedrijf bent. Dus wij willen richting professionaliteit gaan. Wij willen richting transparantie gaan. Vandaar dat wij eisen van, hey, ga je registreren. Het kost je niet veel. Ga je registreren en laat weten bij het ministerie van Arbeid van, hey, kijk, ik heb een probleem. Ik moet in aanmerking komen voor het COVID, voor een COVID-toelage. Want wat gebeurt er eigenlijk? Soms zijn er mensen in een hosselsector, maar je bent, ik geef maar een voorbeeld, je bent ambtenaar, maar je hebt ook wel een kleine sappenfabriek. Begrijp je? Dus dat willen wij voorkomen. Dat wij, en als je geregistreerd bent, geen vuiltje aan de lucht, want dat is je bedrijf. Dan kom je in aanmerking voor het COVID-fonds. Ik wil zeggen, de afgelopen periode is een hele rumoerige periode geweest. Ook voor ons als ministers, ook voor de regering.
de president, de vicepresident. Ik wil nogmaals vragen aan de mensen, even geduld, het komt goed met Suriname. We werken er naartoe en als we de kans krijgen, als het Surinaams volk ons de mogelijkheid biedt en de kans geeft om Suriname tot betere hoogtes te brengen, dan vragen wij even geduld daarvoor. Goud multinational Newmont is met haar afdrachten een belangrijke factor in de Surinaamse economie. Het is dan ook van belang dat er een goede verstandhouding is tussen de maatschappij en de regering. Op maandag 18 januari 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de bedrijfsleiding en president Chandrika Persat Santokhi, waarbij het staatshoofd middels een presentatie meer inzicht kreeg in de bedrijfsactiviteiten. Wij brengen u hierover het volgende. The meeting today was to provide an overview of Newmont, the corporate organization, but more importantly, an overview of Newmont Suriname, how we operate in Suriname, and how we partner with our local communities and provide support through our operations here to Suriname itself. What will the next step be? So the next step will be to continue running our operations in a very safe and efficient manner, continuing to work with our local communities, partner with our local business partners, and once again it's making sure that we are providing all of the necessary support through payroll taxes, royalties, and income tax to provide necessary funds for the government based on our actual production. How will Newmont be working together with the president? So we are looking at ways to, partner with through public-private partnerships to look at some of the things that we can work on, from local community development, potential road infrastructure projects, and just in general anywhere where, there's public-private organizations that can band together to help provide some support through various efforts to the local communities. After this meeting, will there be another one? As of right now, nothing is scheduled, but the options are open to continue to meet and look for further opportunities. Districtscommissaris Ricardo Bolla heeft op advies van het ministerie van Volksgezondheid en het Korps Politie Suriname een vergunningsaanvraag voor een vreedzame betoging afgewezen. Dit op grond van de geldende COVID-19 maatregelen waarbij samenscholing van meer dan 5 personen is verboden. Wij hadden het volgend vraaggesprek met de burgervader. Op 14 januari, jongsleden, heb ik het verzoek binnengekregen op het commissariaat aan de Sommelsdijkstraat nummer 2 van de heer Piquet dat hij van plan is om op woensdag 20 januari een vreedzame protestmanifestatie te houden. Zoals bij elke vergunningaanvraag heb ik ook adviezen moeten invragen van de minister van Volksgezondheid en regiocommandant de heer Chakot. Het advies van de politie, in dit geval regiocommandant Chakot, is negatief op basis van regel 2 van de COVID-wet, dat aangeeft dat het verboden is om met meer dan 5 personen bij elkaar te komen, het zogeheten samenscholingsverbod. De minister van Volksgezondheid heeft ook een negatief advies uitgebracht op basis van de wet uitzonderingstoestand, artikel 6 van de grondwet. Op basis van bekomen informaties heeft de DC besloten om geen vergunning te verlenen aan de heer Piquet
om een vreedzame demonstratie te houden op woensdag 20 januari 2021. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.